Tsunamis zijn, zoals elke natuurramp, enorm verwoestend en de ravage die ze aanrichten brengt meestal langdurige gevolgen met zich mee. Maar een van de meer merkwaardige aspecten van tsunamis zijn de onverwachte objecten die achteraf gevonden worden. Dit zijn de 10 vreemdste dingen die na tsunamis ontdekt zijn. Wil je geen enkele video meer missen? Abonneer je dan op het kanaal en klik op het belletje. 10. Spookschip. In 2011 deed zich een extreem zware zeebeving voor nabij Sendai, voor de noordoostkust van het Japanse eiland Honshu. De zeebeving veroorzaakte een tsunami die veel schade aanrichtte. En naast Japan bereikt de vloedgolf ook andere delen van de Pacific Rim, ook wel de Pacifische Rand genoemd. De zeebeving behoort tot de 5 krachtigste ooit gemeten en had enorme gevolgen. Rond de 24.000 mensen waren vermist of gestorven en meer dan 410.000 mensen werden geëvacueerd. En de maanden na de catastrofe doken allerlei vreemde objecten op. Dit spookschip is daar eentje van. Het schip werd oorspronkelijk gebruikt om inktvissen mee te vangen. Maar het werd tijdens de zeebeving losgemaakt en werd meerdere maanden later gelokaliseerd door een Canadese luchtpatrouille in Brits Columbia, een noordelijke provincie van Canada. Hoe het voormalige visserschip er precies in slaagde 8000 kilometer ver te reizen zonder ook maar één bemanningslid blijft een raadsel. Maar het is in ieder geval erg bijzonder. In Japan hebben ze het schip zelfs een naam gegeven, namelijk Ryu-un-maru, wat vissersgeluk betekent. Helaas was het schip buiten gebruik. En in de duisternis vormde het een ernstig gevaar voor andere schepen. Daarom besloten de Amerikanen het uit veiligheidsoverwegingen te laten zinken. Dit deden ze door erop te schieten. Best zielig niet, om na zo'n lange reis gewoon neergeschoten te worden. 9. Voetbal. Een ander vreemd iets dat gevonden werd na de tsunami van 2011 was deze voetbal. Oké, een voetbal lijkt op het eerste gezicht niet zo gek, maar als je nagaat welke enorme weg deze bal heeft moeten afleggen om in Alaska aan te spoelen, dan is dit verhaal al heel wat specialer. De 16-jarige Misaki Murakami was de eigenaar van de bal toen zijn huis in Rikuzen Takata overspoeld werd. De bal spoelde aan in Middleton Island, een klein eiland in de Amerikaanse staat Alaska, en werd opgeraapt door David en Yumi Baxter. Er stond een tekstje op de bal geschreven, maar omdat ze geen Japans spraken, lieten ze het vertalen. Het tekstje was een bemoedigend bericht en Misaki had de bal blijkbaar in 2005 als afscheidscadeau gekregen toen hij overging naar een andere school. Dankzij de vertaler slaagden ze erin de tiener op te sporen en hem zijn bal terug te geven. Als je nagaat dat er tussen Alaska en Japan zo'n 56.000 kilometer zijn, dan is dat best indrukwekkend niet. Wat een reis! 8. Harley Davidson. Ook deze Harley Davidson dook na de tsunami van 2011 aan de andere kant van de wereld op. Net als het spookschip werd de motorfiets in Brits Columbia gevonden. Als we even snel een kijkje nemen naar een wereldkaart, dan is het al wat beter te begrijpen waarom meerdere objecten hierop duiken. Maar toch is zo'n lange weg afleggen behoorlijk bijzonder. Na zijn lange reis kon de motorfiets natuurlijk niet meer gebruikt worden. Toch besloten de vinders de eigenaar op te sporen via het registratienummer. Zo kwamen ze in contact met Ikuo Yokohama. Ikuo verloor meerdere familieleden en al zijn eigendommen vanwege de tsunami. Toen hem werd voorgesteld dat ze hem zijn Harley Davidson op zouden sturen zodat hij deze kon herstellen, twijfelde hij even, maar uiteindelijk besloot hij de motorfiets te schenken aan het Harley Davidson Museum in Milwaukee in Amerika. Het dient nu als een gedenkteken voor alle mensen die hun leven lieten door de ramp. Wat een mooi gebaar. 7. Dorpsbord. Volgens de Japanse overheid zorgde de tsunami van 2011 ervoor dat meer dan 20 miljoen kilo aan goederen in de zee beland raakte. Dat deze video dus meerdere vreemde dingen van deze tsunami bevat, is dan ook niet gek. Deze keer spoelt het in Hawaii aan. En het toont aan hoe verwoestend deze natuurramp kan zijn. Een tsunami is niet alleen in staat volledige dorpen en steden te vernielen, maar het kan objecten vervolgens ook duizenden kilometers ver laten opduiken. Na de tsunami van 2011 werd dit bord van het Japanse dorpje Shimanokoshi bijvoorbeeld 2 jaar later gevonden in Hawaii. Het had zo'n 6000 kilometer afgelegd. De Amerikaanse staat en de federale autoriteiten hielpen mee het bord terug te geven en in 2014 werd het naar huis gevlogen. Burgemeester Hiroshi Ishihara hoopte dat dit de mensen van het dorp een hart onder de riem zou steken. En de bewoners hebben ervoor gekozen het bord tentoon te stellen als een herinnering voor de toekomstige generaties. 6. Zeeschaaphond. Wat denk je dat dit vreemde wezen is? Of is het eigenlijk wel een wezen? Deel snel je gok in de comments. Een besneeuwde rots? Een enorme zoutklomp? Ik vind eerlijk gezegd dat het wat op een mix tussen een schaap en een hond lijkt. Een zeeschaaphond, laten we zeggen. Dit is wel het laatste wat je zou verwachten te vinden na een tsunami. Iedereen heeft wel zo zijn eigen mening over wat het precies is. Het niet levende wezen werd gevonden in de Filipijnen en het werd in een mum van tijd een ware beroemdheid.
Mensen van over de hele wereld wilden weten wat dit ding was en velen reisden zelfs naar de Dinagat-eilanden waar het ding zich bevond. Zo graag wilden ze er een foto mee nemen. Ervoor zorgen dat het wezen volledig in de foto te zien was, was echter wat moeilijker. Het was namelijk maar liefst 15 meter lang. De grote hamvraag bleef natuurlijk, wat is het? Nou, een onderzoek wees uit dat het 2000 kilogram wegende dier een walvis was. En de witte vacht is eigenlijk het ontbindende vlees. Doordat het dier al zo lang dood was, kon men echter niet meer achterhalen welke walvissoort het precies was. Misschien was het dus wel een zeeschaap-walvishond. 5. Kanonskogels uit de Amerikaanse burgeroorlog. Toen orkaan Dorian in 2019 twee weken lang van zich liet horen, ontstonden allerlei kleine tsunamis. Het gebeurt wel vaker dat orkanen en tsunamis vreemde objecten tevoorschijn toveren, maar wat Aaron Latten en zijn vriendin Albab Ospina tegenkwamen, was pas echt bijzonder. Tijdens een strandwandeling vonden zij namelijk eeuwenoude kanonskogels uit de Amerikaanse burgeroorlog. Ze waren speciaal naar het strand gegaan om eens te kijken wat ze er allemaal konden vinden. En eigenlijk wilden ze een metaaldetector meenemen, maar dat bleek uiteindelijk zelfs niet nodig te zijn. De kanonskogels waren groot genoeg. In eerste instantie dacht het paar dat ze over een rots gestruikeld waren. Maar toen ze wat beter keken, beseften ze dat het oude kanonskogels waren. De Amerikaanse burgeroorlog speelde zich tussen 1861 en 1865 af. Al eventjes geleden dus. Dat natuurrampen zulke oude dingen kunnen laten opduiken is echt bijzonder. Wat denk jij dat er nog meer verstopt zit onder water en onder de grond? Laat het weten in de comments. Ik ben benieuwd. Ik denk bijvoorbeeld dat er best wel eens een UFO-schip verscholen zou kunnen zitten onder water. 4. Zeemeermin. In 2004 vond een zware zeebeving plaats in de Indische Oceaan die vervolgens een vloedgolf veroorzaakte. Ongeveer 230.000 mensen liet het leven en meerdere steden en dorpen waren volledig verwoest. Het was de op 4 na zwaarste zeebeving sinds 1990 en de catastrofe wordt gezien als een van de ergste natuurrampen in de recente geschiedenis. Niet lang na de catastrofe doken deze foto's op van iets wat een beetje op een gemummificeerde zeemeermin lijkt. De zeemeermin is dan misschien niet zo knap als Ariel, maar toch soortgelijk. Want net als Ariel heeft het in plaats van voeten een vissenstaart. Het werd echter niet gezegend met golvend zeemeerminhaar en lijkt eerder op een trolpopje. Verder heeft het wezen lange geklauwde vingers en stekelige vinnen op haar rug. De foto werd een virale hit en mensen van over de hele wereld vroegen zich af wat dit ding nou precies was. Maar al snel bleek het dat het hier om een hoax ging. Omdat de foto's in de tijd echter zo beroemd werden, leek het me toch een goed idee om deze aan het lijstje toe te voegen. Als jij dus nog steeds geloofde dat deze zeemeermin echt was, dan weet je nu wel beter. 3. 28.000 rubbereendjes. Naast zogenaamde zeemeerminnen zijn er natuurlijk ook andere wezens die aanspoelden na stormen en tsunamis. Wat dacht je bijvoorbeeld van 28.000 rubbereendjes? In 1992 ging een krat met 28.000 rubbereendjes verloren toen het overboord viel op de weg van Hongkong naar de Verenigde Staten. Er had een enorme storm gewoed en het schip was bijna gekapseist. Ondanks de vermiste eendjes waren de matrozen dus heel blij, want ze hadden tenminste overleefd. Niemand had kunnen vermoeden dat het speelgoed 3 decennia later nog steeds rond zou drijven. En dat het onze het een en ander zou leren over plasticvervuiling. Sinds die fabelachtige dag in 1992, toen ze zonder pardon op zee werden achtergelaten, dobberen de gele eenden de wereld rond. En tot op heden worden ze nog steeds gevonden. Sommige zijn bijvoorbeeld aangespoeld in Hawaii, Alaska, Zuid-Amerika en Australië en andere werden bevroren in het poolijs teruggevonden. Ze zien er schattig uit niet, maar wat de gele eendjes in ieder geval duidelijk maken is dat plastic afval heel lang meegaat en dat het een wereldwijd probleem is. 2. Gemuteerde vis. Een van de gebieden die het zwaarst getroffen werd door de zeebeving en de daaropvolgende tsunami van 2011 was de kerncentrale van Fukushima. Dit wordt ook wel de kernramp van Fukushima genoemd. Niet te verwarren met Hiroshima, waar in 1945 door de Amerikanen een atoombom op werd gegooid. Toen de tsunami de elektriciteitscentrale van Fukushima Daiichi bereikte, stroomde deze over en stortte de reactoren neer. Om hen te beschermen tegen radioactieve besmetting werden meer dan 100.000 mensen geëvacueerd. Maar dieren die in de zee leefden konden natuurlijk niet geëvacueerd worden en het ziet er naar uit dat dit gevolgen heeft gehad. Namelijk gemuteerde vissen. Op deze foto zie je een man die wel een heel speciale vis gevangen heeft. Het is een vreemde grote kop en een kleiner lijfje. Het ziet er ook naar uit dat het geen tanden heeft. Je zou het een Godzilla-vis kunnen noemen. Het beest lijkt een beetje op een zeewolf, een vis die sowieso al wat bizar oogt. Maar deze versie is nog net een tikkeltje monsterlijker. Een soortgelijke vis werd nog niet gevonden. Denk jij dat de Godzilla-vis vanwege het Fukushima-effect ontstaan is? 1. Beluga-hybride. Het laatste vreemde ding op dit lijstje is, vreemd. Na de tsunami van 2011 doken meerdere foto's van dit wezen op. Het lijkt een beetje op een combinatie tussen een beluga-walvis en een haai.
En tot op de dag van vandaag zijn experts er nog niet helemaal over uit wat er hier nou precies op de grond ligt. Omdat het dier er zo speciaal uitziet, dachten veel mensen dat het een hoax was, maar dat is nog steeds niet bewezen. Als dit dier echt is, dan betekent dit dat er onder water nog heel wat wezens zijn waarvan wij het bestaan niet afweten. Maar ja, er is wel nog meer dat wij mensen niet weten, dus zo gek zou dat niet zijn. Denk jij dat deze foto echt is? Deel je mening in de comments. En laat me ook weten welk vreemd object jij het interessantst vond. Als je van deze video genoten hebt, geef het dan een like en abonneer je op het kanaal. Klik ook op het belletje, zodat je geen enkele video meer mist.